Yo, Luca Vonk. Met je slecht amateuristische kanaal? Er is echt je zak aan. Ik weet niet eens waar ik naar moet kijken. Want je kunt nergens naar kijken. Dit noem je geen content. Dit is zo skeer. Echt mega slecht. Oh ja, en één goed puntje. De intro. Maar ja, die heb ik zelf gemaakt. Want ja, die heb ik voor je gemaakt. Dus ja, dat maakt het beter. Yo, Luca Vonk, je hebt een slecht kanaal. Heel Luca Vonk is één grote faal. Je maakt goede parodies voor al die editing. Maar een geheim, dat is Joost zijn ding. Oh, je bent gek. En dan noem je jezelf een editpro, maar houd gewoon je bek. Echt, je bent heel skeer. Dat is de reden dat ik je het YouTube leven leer. Luca Vonk, je laat me lachen. Het is zo schattig hoe je dan die video's maakt. Maar je hebt geen views, ook al ga je naakt. En je kanaal is gewoon dood. En je bent absoluut niet groot, maar één idioot. Yo, Luca Vonk, je bent mega slecht. Wij raken nooit gehecht. Depressieve documentaire was een grote faal. En ik zorg dat ik hem eraf haal. Je bent super slecht en snapt er niks van. Je bent nog lelijker dan een verbrande koekenpan. Doe je haar nou eens goed. En het lelijkste aan je is je snoet. Al was je zak pepernoten, was je niet mooi geweest. Ben gewoon zo lelijk als een beest. Oh wacht, dat mag ik niet van je zeggen. Want je weet je angst nooit te verleggen. Je bent nog steeds bang voor Saatje. Maar het is gewoon een schattig diertje met een saatje. Oh, ik rek je zo hard. En ik zou geen contact meer willen in een nieuwe start. Echt, je bent heel skeer. Dat is de reden dat ik van jou niks over YouTube leer. Echt, Luca, word eens professioneel. Tot je een krokodil je pakt bij je keel. Echt, Luca Vonk, ik zie het nog wel eens fout gaan. En jij zal in de toekomst nergens staan. Luca Vonk, moet ik stoppen. Anders zit je in een hoekje te huilen en wil je mij schoppen. Dit was mijn parody, jongens. Poah, parody? Nee, ik zeg het fout. Diss track. Binnenkort op Lucas' en kanaal ook een diss track. Zodra die online staat, zal ik proberen aan te denken om een linkje in de beschrijving te zetten. Als YouTube dat aan kan, want waarschijnlijk kan YouTube de video's van Luca niet aan, want die worden dan meteen getraumatiseerd en al, want ja, dat zijn echt hele slechte content. Maar jongens, abonneer even allemaal op Luca Vonk, ja. Even voor duidelijkheid, dit is gewoon met toestemming gedaan. Morgen trouwens, roost of Luca Vonk, woe! Ja, morgen roost of Luca Vonk, heel spannend, heel leuk. Ik ga morgen keihard roosten in de video, dus kijk allemaal. En ja, dit was mijn video. De clip is trouwens buiten opgenomen waarschijnlijk, ja. Ik ga morgen de clip opnemen nadat ik dit niet heb opgenomen. Wat vonden jullie trouwens van de achtergrondmuziek? Ja, goede achtergrondmuziek, hè. Ik ben te lui om de link in de beschrijving te zetten, maar ja. Het was goede achtergrondmuziek. Jongens, dit was mijn roast. Tot de volgende video!